hooithamer. Oké, nu zit hij gewoon vast. En kijk, nu ga je er onder rusten naartoe lopen. Je ziet dat hij mooi vast is en daar gewoon even zo batten. Gewoon even zo opslaan. Zo sick, man. Zo sick. En nu is hij dood. Let's go. En vet ook om. En dan... Yo, kijkers van de Games. En welkom bij een nieuwe video, kijkers van de ene echte game die nu eindelijk is uitgekomen. Namelijk Marvel's Avengers. En zoals jullie weten, kijkers, Elwen natuurlijk al de beta gespeeld. Of ja, eigenlijk... Ja, ik heb ook de beta gespeeld, maar Quentin ook, maar... Zeg maar, Quentin had het eigenlijk gelivestreamd, zeg maar. En ja, ik had natuurlijk ook gespeeld, maar... Quentin had dus eigenlijk, zeg maar, op YouTube gezet. En natuurlijk was de beta bij de eerste missie van de brui. En ik was al hyped voor deze game, maar toen ik de beta speelde, ik was echt direct verkocht. Ik moest de game hebben, ik heb hem direct pre-ordered. En hier zijn we dan met een gloednieuwe serie, want het is wel de bedoeling dat er hier een nieuwe, zeg maar, serie van komt, zeg maar. Niet per se Let's Play, maar wel, zeg maar, een serie dat we verschillende missies doen. Dus namelijk Marvel Avengers. En zoals jullie weten, kijkers, is de game vrijdag, of ja, ja nu vrijdag uitkomen. Zeg maar de complete release. Maar voor de mensen die te pre-order dan, konden al dinsdag spelen. En ik heb dus al de hele game deze week gespeeld. Ik vond dat, ik heb de campaign gespeeld. Het was heel de bedoeling dat ik geen let's play. Maar ik dacht, ik kan een beetje wat, want... I don't know, het is een nice game inderdaad. Maar ik had het niet let's played, omdat... Quentin was ook al een beetje met Red Dead Redemption en ik had gewoon even zin om, zeg maar, gewoon zelf te genieten van de Let's Play. En ik vond het echt een super nice Let's Play, want ik heb ook al, ja, kijk, verschillende pakken van Black Widow, want alleen gewoon even zo te zeggen. Dus ik heb dus in de week uitgespeeld, vanaf, zeg maar, gisteren heb ik dus uitgespeeld en ik vond deze game echt gewoon super geniaal. Ik vond het echt nice gewoon. En ik wil ook nog even iets anders zeggen, kijkers, want zoals jullie weten, kijkers, heb ik al, zeg maar, Quentin niet, maar heb ik al een tijdje, of ja, eigenlijk al een week niet opgenomen. En dat is eigenlijk begonnen toen dat school was, maar ik kan het even vlug uitleggen. Ik ga sowieso niet stoppen met YouTube, ik ga sowieso video's opnemen. Ik kan nu sowieso ook meer video's opnemen, maar het is niet dat ik al stom of zo, maar ja, ik heb al dus een tijdje ik zelf niet upload. En ja, dat komt dus eigenlijk gewoon simpelweg meest eigenlijk door school, want... Ik dacht, zeg maar, ik had een beetje, nou, niet precies onderschat, maar ik dacht, ik kan sowieso echt veel opnemen dan in de week dat school is. Maar het is lastig, want zeg maar, het was dus eerst school dan, ik was toch fucking moe en... Maar ja, ik kwam toen, zeg maar, thuis en ik had er niet meer zo super veel zin om op te nemen, ook omdat ik echt moe was en shit. En gewoon even zo'n... het was ook omdat ik dan de Let's Play wou spelen van Avengers, maar het is eigenlijk ook een beetje daarom, eigenlijk echt het meeste door school. Maar waarom dus gewoon, vanaf vandaag ga ik echt proberen om zoveel mogelijk op te nemen. Wat dan wel misschien ook nog bij met de Avengers Let's Play, ik kan het verschil nog een keer opnieuw doen. En ja, ik wil gewoon even zeggen dat toen, dat ik al een tijdje heb opgenomen door... eigenlijk simpelweg gewoon door school, omdat ik dan moe was en shit. En ja, ik denk wel dat ik de meeste dagen al opneem op de woensdag en in het weekend. Maar ik kan natuurlijk ook wel proberen om op te nemen in de week. Dat wel genoeg video's. Wel. Ik wil niet stoppen met YouTube aan. Ik heb niks voor niks een microfoon van 8 euro gekocht, zeg maar. Dus ik wil zeker niet stoppen. Maar het is gewoon, zoals jullie weten, dat jullie weten waarom dat ik even een week niet had opgenomen. Maar we gaan nu gewoon sowieso verder. Dus mijn nieuwe serie, of een soort van een nieuwe multiplayer serie, zeg maar. Voor de random video's, zeg maar, heel een beetje. En dat is dus Marvel Avengers. En we staan dus nu met Iron Man en deze suit van echt nice. Ik kan niet spoilen, maar ja, of ja, ik kan eigenlijk iets aan voor te spoilen, maar ik kan niet zijn, want dat is natuurlijk een spoiler, maar ik vind deze suit echt nice. En even kijken bij de gear, want we hebben verschillende dingen. En by the way, ik denk dat deze video iets van 30 minuten of zo zal zijn, I don't know, te zien hoe lang dat ik al de intro doe. En dit zijn dus nu de auto's die ik heb. Ik wil even zo'n overlopen, puur omdat het kan. Dat is namelijk de eerste Mark 1 panzer eigenlijk. En dan hebben we dit gewoon de... Hier een normale suit. Dan heb je hier een Mark 2, denk ik. Die vond ik ook wel echt nice. En deze is denk ik wel een van mijn favorieten. Is wel niet per se lelijk of zo, maar is wel gewoon... Is gewoon... I don't know. Gewoon zo... Like, zeg maar wat hij binnen maakt. En deze vind ik echt wel sick. Dat is, zeg maar... Dus ja, per se een spoil. Maar deze outfit krijg je, zeg maar... Krijg je direct als je als eerst als Iron Man speelt, zeg maar. En dit heb je dus, deze is denk ik wel ook een van mijn favorieten, is namelijk bij de laatste missie van de campaign. En dan krijgt iedereen like, zo'n fucking mooie outfit, en niet normaal. Maar want dus,
maar deze keer nu niet met Iron Man spelen, want dan kan ik twee missies doen en was denk ik spelen met Thor en met Captain America. Want even hier, want hier kun je dus ook je Avengers wisselen. En want even, ja, we hebben nu natuurlijk 6 Avengers, maar natuurlijk komt er ook weer komt er DLC karakters aan. Dus nu komt er ook vrouwelijke Hawkeye en al die shit aan. En ook Hawkeye zelf, dus super, super nice. Wanneer is keer spelen met mijn favoriete Avengers? Thor. Zeg maar van deze game al sinds. Want ja, kijk, iedereen heeft dus gewoon zo, want even gewoon de outfits overlopen. Natuurlijk ook een nice, calling card, ja, noemt dat. Oké, dan heb je eerst hier, die vind ik al nice. Ik vind alle outfits wel nice. Als we even zo'n preview. Deze, dit is wel, what the fuck, dat is like dubbel. Dan heb je deze, dat is een beetje onder normaal outfit. En deze vind ik ook wel op zijn nice. Dat is maar ook als je Thor eigenlijk in band speelt. Want het is eigenlijk, zeg maar, dat de story eigenlijk gaat om de Avengers weer terugkomen, zeg maar. En hier had hij, zeg maar, gewoon zijn normale kleren. Nou. Maar dit vind ik ook al hard uitzien. Gewoon zijn normale kleren. Ik weet niet, ik vind dat er wel hard uitzien. En dan natuurlijk deze. Deze is mijn lievelings. Dat is natuurlijk bij de eindmissie zo. En ik vind die echt wel nice. En bijvoorbeeld like deze outfits, man. Die zien er echt wel... Die zien er sick uit. Deze wil ik echt sowieso lopen. Dus denk dat wel Thor een van mijn karakters zou zien dat ik echt veel ga mee spelen. Want even dus een missie starten. En ik had het ook even nog zeggen, kijkers, wat mijn favoriete Avengers zijn over deze game waar ik het liefst mee speel. Ik denk dat dus nummer 1... Ik was nog even tussen Captain America of Thor. Maar ze zijn echt alle twee super nice om mee te spelen. Zeg maar ook met Captain America, want ik heb ook dat bloed die zo snel zijn shield kan gooien en shit. Maar ja, want het is echt wel een complete serie, maar ik heb super veel zin in. En want even dus gewoon zeggen wat mijn top 3 Avengers zijn, zeg maar. Maar Black Widow vind ik ook wel nice om te spelen, want zo nam maar verloof loop. We hebben dus, wat als eerste staat, is de... is Thor, dan Captain America, dan Iron Man, dan Black Widow, dan Kamala Khan en dan Hulk. Hulk staat nu wel als laatste. Oké, dat vaccin is hier ook om te praten, zo nice. Dus ja, eerste staat Thor, dan Captain America. Als tweede plek, derde plek Iron Man. Vierde plek Black Widow. Vijfde plek Kamala Khan. En zesde plek Hulk. En het is niet, zeg maar, dat ik Hulk kutten op te spelen sterker nog. Ik vind het echt fucking nice om met, Thor, met Hulk te spelen. Maar het is eigenlijk meer, I don't know, maar... Ik vind Hulk wel nice, maar ik weet het niet. Ik weet niet, maar... Ik vind hem minst chill om mee te spelen. Ik vind hem echt wel nice. Het is niet dat ik het kut vind om hem te spelen. Maar ik vind hem ook minst chill. Maar ja, boeien niet. Ik heb heel even de volgorde gezet. Welke dat ik het sick stond om mee te spelen. En we gaan dus even een missie starten. Ik hoop, of zal het zomaar kunnen, om maar één missie kunnen doen. Het is te zien hoe lang dat is. Maar we gaan even hier een missie starten. Wat even, dus dit had dus ook een serie worden. En ik kan ook even meer dingen uitleggen over deze game. Waar gewoon... gewoon een random missie opstarten, deze. En dan zie ik jullie kijkers bij het potje. Let's go. Hey, let's go. Hier zijn we dan. Team was ready for us. All units, check in. Hello? Commander. En vet wel ook, by the way, echt wel chill. Zeg maar hoe dat je met... alleen met dat vliegtuig zijn we echt onderbeleen. Ik vind dat gewoon echt wel chill. Echt nice. Oké, en hier zijn we dan met de God of Thunder. Thor, let's go. Oké, nice. En ik weet niet of dat ik deze, oh my god, ik weet niet of dat ik deze Michel heb gespeeld, maar het lijkt een beetje, wat dan even zo aan. Commander, I read you. What happened? You alright? I'm pinned down. They're hammering our tank from all sides. I don't know what happened to the rest of the squad. We're blind out here. On our way. Is de resources hier, pa. Maar wat ik dus zei, het lijkt een beetje, zeg maar, op de missie dat ik heb gespeeld in de beta, zeg maar, een beetje een beetje met die rook en, en met dat vuur, zeg maar. Maar het is denk ik niet die missie. Oké. Oké, maar we gaan dus naar de checkpoint. En dan natuurlijk onze missie doen. En ja, we zijn er dus met Thor. En Thor is echt gewoon... Kan ik je zeggen, kijkers? Thor is echt gewoon een badass. Dat is echt gewoon chill. En ik ook allemaal dingen... allemaal uitleggen, kijkers, in deze game. Dus... let's go. Oké, want dus eerst naar de checkpoint. En dit zijn dus ook resources die je kunt halen. Zeg maar voor, voor zeg maar betere gear en shit. Ik had er al wel meer uitleggen. Maar het zijn er al sinds, kerels. En het sick is, natuurlijk zo Thor. Woe! Nou, eerst die turrets uitschakelen, want die turrets zijn altijd zo ambetant. Maar we zijn Thor. Let's go. Ik zal het doen, onder abstract. Yeet! Boom! Let's go. We zijn natuurlijk door. Oké, weet je dat chill is dan door? Hup, gooi de hamer. Dan ga je er naartoe en dan ga je de ronde op batteren. Kijk zo, hup. Hup, hup.
Dat is echt chill, man, aan het horen. Kijk, en die hamer blijft gewoon zin. Fucking nice, aan het horen. Ik kan even eerst de enemies dus gewoon uitschakelen. Ik weet je wat we doen. Let's go! Boom! Het was niet echt per se nodig, maar het is gewoon leuk om te doen. Laten we eerlijk zijn. En het zijn er weer zo'n turrets, hè, of niet? Ja, kom, want eerst even die turrets uitschakelen. Of zijn ze al... Hup, hier zit... Oh, weet je wat. Kijk, maar weet je wat echt wat chill is? Kijk, hooi de hamer. Oh, wat voor de kerel is plots weg, die is daar. Hooi de hamer. Wat is niet, die was niet raak. Oh my god, die kerel is ambetant. Hooi de hamer. Oké, okay, nu zit hij gewoon vast. En kijk, nu ga je er onder rusten naartoe lopen. Je ziet dat hij mooi vast en daar gewoon even zo batteren. Gewoon even zo opslaan. Zo sick, man. Zo sick. En nu is hij dood. Let's go. En vindt ook gewoon... En dan... Dame trouw. Pats. En vindt echt sick. En vindt echt wel sick. Er zit er natuurlijk nog een turret. Die turret is me net kapot. Die turret is net aan de tand. Vindt vooral sick aan Thor's hamer is dat hij gewoon zeg maar, aan de muur blijft plan. En dan ondertussen nog kan vanholen. Ik vind het echt wel sick, zeg maar. Dat is dat dan hem. En like, ook als je de hamer terugroept... Zeg maar dat de zwaarte ook kon, zeg maar, voelt ook kon de controller zeg maar, trillen. Ik vind het echt chill dat ze hebben gedaan. Oké, okay. Let's go. Maar moet dus eerst iemand hier bevreemd of zo. Ja, rescue the survivors, dus oh, even scholden. Oh my god, wat doe je het hoor? Let's go. Oké, okay, nu doen, come on, Thor, let's go. I'm the strongest Avenger. Let's go. Nice. Nice, we hebben hem bevreed hoor. Ja, nice, oké. Okay. De eerste objective is gehaald. Nice. En kijk dan ook even hoe sexy dat eruit zien. Ik vind Thor echt wel een badass. Hij blijft maar zeggen, ik vind hem Thor echt een badass. Oké, okay, nice. En dan even dus game wat ik wil zeggen. Dus, want, ik ga even zo'n beetje uitleggen omtrent deze game wat je allemaal hebt. Dit zijn dus de skill points die je hebt. Dit zijn dus allemaal gewoon de vaardigheden en shit. Je hebt er echt wel fucking veel. Je hebt de primary, die specialty, mastery. Je hebt echt super veel vaardigheden. En hier heb je vooral veel van. En ik heb hier dus, zoals jullie kunnen zien, al veel vaardigheden. Ik ben ook al level 18 met Thor, dat is nice. En we hebben dus nieuwe skill points. Dus even een nieuwe skill point komen. Dan komen, ja, onderaan deze skill point. Oh, what the fuck, dat is zo sick. Oké, okay, nice. En dit is dus gear. En dit is dus, zeg maar voor beter, voor je power level. Zeg maar, het is twee verschillende soorten levels. Je hebt gewoon level, ik ben gewoon level 18. Je hebt power level. En mijn power level is dus 21. En je moet er dus ook vooral voor zorgen als je een multiplayer missie doet, dat je wel genoeg power levels hebt voor deze missie. Want bijvoorbeeld als je nu echt gewoon plotseling 13 pakt, dan mijn power level direct gewoon naar 20 aan, omdat ik zeg maar nu echt een heel laag power level voor mijn hamer heb gedaan, zeg maar. Maar wat was het nu weer dat ik had? Ik had de power level level 19. Kijk, en nu is het gewoon weer 21, zeg maar, dus dan konden jullie het nu berekenen. En het is ook... ja, de auto's zijn chill natuurlijk. Het is ook een battle pass, zeg maar. Like in Fortnite of zo. Het is ook gewoon een battle pass in Avengers. Ik vind het echt gewoon fucking sick. Toen ik dat hoorde, dan vond ik het echt gewoon sick. Maar het is vooral echt nice. Want ik had dus gehoord dat er een battle pass kwam in deze game. Maar ik dacht zeg maar, dat het wel in het algemeen was. Zeg maar het is een battle pass voor elke hero. Dus vind ik echt wel super chill. Zoals jullie kunnen zien ben ik nu al tier 3. Dus echt wel super chill. En ja, ik wist letterlijk niet dat er zeg maar, een aparte battle pass was voor elke hero. Dus dat was wel chill. En ja, echt wel fucking nice. Ik hoorde het gewoon even uitleggen. Oké, okay, want het is gewoon weer verder met de missie. Dus let's go, Thor. Oké. Okay. En ik hoorde, zoals jullie zien, kijkers, is er ook een vraagteken verderop. En dat is helemaal een beetje extra dingetjes. Oké, okay, maar we moeten wel weer even wat mensen uitschakelen. Let's go. Hup, oprollen. Let's go. Boom. Ja, jullie aan de raad aan. Jullie zijn veel te slap voor mij. Want even eerst die turrets uitschakelen. Want die turrets... Hoezo is die niet... Hopla, dacht ik al. Die turrets zijn natuurlijk hartstikke irritant. Oké, zit er hier nog een kerel? Ah, kom al, ik kan pak die wel easy. Easy, joh. Zit er hier nog zo'n kerel? Dat ik gewoon even met mijn hamer kan vastzetten. Ja man, hier heb. Oh, hij heeft al 102 in die kerel. Oké, GG. Hopla, nu gaan we hem even vastzetten. Hopla, hier. Hier, jongen. Hier. Oké, nice. Hebben zo. Oh my god, ik wil even. Ik vind het wel chill en dan. Pats. Ik vind het echt wel chill om te doen. Laten we eerlijk zijn. Oké, okay, en nu. Hopla. Nice, man.
Enfin, Captain America ook echt, by the way, echt fucking nice om te doen. Ik had gezegd in deze videokijkers dat ik ga proberen om met twee heroes te spelen. Maar het is wel te zien hoe lang deze missie gaat zijn. En hoeveel het er natuurlijk ook te doen is. Hup, easy. Want eigenlijk was de bedoeling zeg maar, dat met Thor en Captain America een missie ging doen. Maar we gaan zien hoe lang het deze missie is. Ik vind het wel nu al sinds een nice missie. Oké, nice. En zoals jullie kunnen zien, kijkers, is er dus nu ook een vraag tegen samen. En oh my god, ik werd hard geraakt. En jullie zien dus vraagtekens en dat is dus samen voor allemaal kessen, boss battles, gewoon voor verschillende dingen. Oké, want eerst naar de desk natuurlijk en dat is hier. En dat is normaal een boss battle, want ik heb deze missie al één keer gedaan, denk ik. Ik weet het niet. Oké, nice. Oh, oké, okay, let's go. Boom. Oh, sorry hoor, dat ik je vastzet in mijn hamer. Ik vind het wel zo leuk en dan op pad. Ik vind het echt wel leuk om te doen. Hopla, easy. Oh my god, iedereen zit al echt zwarte vent om mee. Die turrets is dood. Die turrets zijn op tand. Level 19, let's go. Ah, we zijn echt al level met hoor, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Zijn er nog turrets, ja? Even kapot man. Ja, lekker kom alle kan. Even die drones ook kapot man. Dat is echt. Ze zijn wel zo makkelijk om uit te schakelen, maar zo ambetant. Dat is echt erg. Oké, okay, even de boss battle hier verslaan. Oké, okay, let's go. Boom. Oké, weet je wat. Oeh, let's go. Normaal heeft hij nu een shield meer, of wel? Oh my god, oppassen. Hij heeft geen shield meer, of ja, jawel. Fan man, er zat aan mijn tand. Oh, pardon. Er zat aan mijn tand, dat is allemaal shield dan. Oké, Ballo, maar even oppassen. Oké, nice. Wat heeft lekker dit shield die kerel? Of is het. Hoe komt dat? Vanuit aan mijn tand, sommige enemies hebben like, echt shield en dat is zo. Kut. Oh, nu heeft hij een shield meer. Ofwel? Ik weet het niet. Boeien niet, moet zijn shield eraf. Oké, nu heeft hij een shield meer. Oké, let's go, iedereen houdt erop af. Oh, wat natuurlijk oppassen. Oké, let's go, het is echt dikke hals, man, de boeien niet. Het is echt dikke hals, man, die kerel had eraan, hoor. Oké, let's go. Boom. Sick. Oké, ik zei rond nog een kistlijn, dus dat wil ik even slippen. Oké, nice. Oké, we hebben betere gear gekregen, denk ik. Want dat is even skaten. Maar we hebben ook weer een skill point. Van nog even vlug eentje komen. Ja, we gaan deze power even zo upgraden. Let's go. En we hebben dus ook weer betere gear gekregen. Deze ziet er wel sick uit. Let's go. Hier is het beter van gekregen. Level 25, let's go. En zo kunnen we nu. Nee, we hebben nog geen power 22, maar dat komt wel. Oké, nice. Ja, oké, ik zei dus nog een kist of we hebben die juist om dan. Ja, die hebben we juist om dan. Oké, want dat vond de vraag eentje daar. Let's go. Het is ook wel chill dat je ons ook kan vleen met Thor. Het is denk ik al snel kan. Alleen verplaatsen samen. Oké, maar zet hier dus een chest. Ook even slippen. En dit zijn. Nou. Dit zijn natuurlijk. Nou, dit zijn echt slappe enemies, zo harme. Ze zijn maar de enemies van in de eerste missies die ze echt makkelijk om te verslaan. Ik weet niet wat jullie doen, boys, maar jullie zijn veel te makkelijk. Dus, ja, let's go. Nepla, je bent dood. Jammer dan, hè. Hebben ze nou hier. Heat? Oh, Thor is een badass, man. Sowieso, Avengers is echt mijn favoriete game voor nu. Echt sick, gewoon. Echt mijn favoriete game op dit moment. Oh, sorry. Oh, what the fuck, was mensen ook een boeien onderop slaan, maar de enemies, ja, dat zijn af en toe van die simpele enemies. Dat zijn de makkelijkste enemies die je kunt hebben. Let's go. Kom ondertussen de kist pa. Let's go. Maar mijn resources creëren is zo natuurlijk nice. En die niets, of ja, ik weet niet, die, kijk, wat even kijken. Die groene resources zijn maar rechtsboven naast credits. Kun je ook, ook skins, maar ook emotes weer mee komen. Dus je kunt niet alleen maar met credit skins en emotes komen, maar ook met die groene resources.
Just saying. Oké, dat vonden vraagtekens, want natuurlijk... Ik vind het wel echt nice, zeg maar, want die vraagtekens zijn zeg maar, een beetje extra dingetjes, dus ben ik wel chill. Oké, let's go. Hebben ze nog fluit de resources in pa? Let's go, en dan gaan we... Oké, het is dus een kist en een kerel. Dat we moeten redden. Even eerst fluit die turrets uitzaken, want die turrets zijn natuurlijk altijd aan mijn hand. En dan de enemies. Kom hier, boy. Yeet. Oh my god, check hem wel. Wat een pussy. Wat een pussy. Ik ben de God of Thunder. What you gonna do about it, hè? Ja, nu zit je vast, hè. Nu kun je niks doen. Nu kun je niks doen. Zo sick. Oh, sorry, je zit vast. Sorry, man. Zit er nu nog een kerel? Wat? Ja, even die turrets uitzakken. Die turrets zijn zo ambetant. Yeet. Let's go. Ik weet je wat we doen? Let's go. Boom. Sick. Zijn er nog meer enemies? Moet je niet even uitzakken. En dit vind ik ook wel nice, want zeg maar die finishers, ik kreeg daar ook HP van. En dit, dat wist ik, oh my god. Wel natuurlijk oppassen. En dat wist ik ook niet, zeg maar. Dus ik dacht gewoon dat dat een beetje voor de fun was, die afmakers. Maar het is ook echt, ik krijg er ook gewoon echt HP bij. Dus vind ik wel echt chill. Oh, die kerel is bijna dood. Die kerel is al bijna dood. Oké, okay, let's go. Dit is wat. Let's go. Ja, jullie anderen allemaal aan, boy. De enemies uitschakelen. Oké, dank wel dat iedereen nu bijna dood is. Oké, nice. Even die donder. Tor is gewoon nice. Blijf maar zijn. Oké, even zo. Yeet. Even de kerstpa. Let's go. Oké, nice. En dan gaan we vlug die kerel hier in. Er zit er nog één enemy. Hey, hoe is het? Ja, nu zit je vast in mijn hamer, dat is jammer. Dat is jammer. Zo sick gewoon. Ik vind het echt wel sick dat je zeg maar, echt om de zwaarte, zeg maar, gewoon de trilling voelt van hoe dat je de hamer pakt, zeg maar. Oké, okay, nice. Maar eerst zit er nog een keer om die dingen op. Oké. Okay. Hup. Dat is 1. Oké, okay, dat is 2. Oké, okay, we moeten er eigenlijk 4 doen, easy. Dan deze hier om doen. Dat is 3. En dan... Dat is 4. Let's go. Easy, hoor. Easy. Gaat deze hier open komen? Nee, dat is alleen de onderste. Oké, we hebben je gered. De Avengers Assemble. Of ja, de Avengers zijn hier. Let's go. Oh, ik kreeg wel veel XP aan. Natuurlijk kun je ook gewoon... Het is gewoon dat je nog niet draait naar de missie moet aanzetten, maar dat je gewoon echt nog kleine dingetjes kunt doen, like gear, kisten en al die shit, dat je gewoon even nog kapot. Oké, maar we nu naar de missie toe, want we hebben al de vraagtekentjes oplost. Dus nu gaan we naar de missie. Of ja, eindelijk de missie doen. En we moeten dus de... Unhumans beschermen. Oké, gewoon even, weet je wat. Boys. But I am Thor. Ah, jullie, oh the fuck, dat is Captain America, wat doe ik? Let's go! Boom! Oh god, sick, sick, sick. Ja, deze enemies zijn wel echt slap, man. Wat gaan ze doen? Ze kunnen niks doen. Behalve die jackpot mensen zijn wel redelijk competent. Ho. Heat, let's go. Oké, de feet al in, maar hier zijn er al boven. Let's go, easy. Let's go. Oh my god, zit hier zo rood. Weet je wat, dat boeien niet wel gewoon zo. En dan onze special move verbruiken. Let's go. Boom. Oh my god, wat gebeurt hier allemaal? Wat een chaos, man. Oké, okay, but fuck Baloo. Hey Baloo. Oké. Let's go. Maar gewoon de hele tijd met onze hamer. De hele tijd gooien. Is bijna kapot. Oké. Let's go, finish. Oké, okay, Tordo, ik bedoel Hulk doet al. Oké, okay, finish. Finish, let's go. Let's go. Oh, sick. Oké, okay, nu nog 1.
Oké, okay, go, go, go. Finish, finish, finish. Come on, boy. Boom. 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 Sick. Oké, okay, we hebben ze. Let's. Let's go. Sick, 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 sick. Oké. Okay. We hebben ze dus beschermd en moeten nu dus naar de volgende objective. En jullie zien natuurlijk een radar linksboven. Het is natuurlijk de bedoeling dat we bij de plek komen natuurlijk. Oké, okay, naar de andere kant. Oké, okay, langs deze. Oké, okay, nice. Let's go. Ik vind het echt als zeg de kleine dingetjes, maar ik ook om die radar. En ik wil ook nog even iets zeggen over de story. Het is niet echt per se een spoiler, maar het is wel iets... ja, het is allemaal like, zeg maar, het verhaal ook vooral over, zeg maar, dat de Avengers, zeg maar, weer terugkeren. Het is wel echt zo van, zeg maar, stap voor stap, allee, zeg maar, stap voor een, allee, ja, like per missie, zeg maar, een lokje nieuwe Avengers, dat was echt wel nice. Oké, okay, maar gaan we nu goed? Ja, oké, okay, wel nice. Oké, okay, let's go. Ja, oké, okay, hier zijn er enemies. Maar jullie maken hier geen van kans, want ik ben Thor en jullie zijn wel slappe mensen, dus ja, als jullie dood willen, is jullie één probleem. Boom. Oké, de laatste keer nog. Ja, jullie maken toch geen scheen van kans. Ik ben de God of Thunder. Jullie maken geen scheen van kans. Geen scheen van kans gewoon. Het zijn er wel enemies. Weet je wel, onze uitzaak om de warm niet is gewoon leuk. Och, harme. Zet je vast. Alles beter. Jack heb daar ook wat zin. Hup, hup. Easy. Easy man, let's go. Jeet, oké, okay, ik kan hem al, ik kan dit allemaal. Oké, okay, ik ga nu naar de missie aan. Ah, het zijn er nog enemies. Ah, net toch niet, dat hebben ze al een enemy was. Hebben we iedereen? Nee, kerel, weet je wat? Ik zie ook gewoon niks. Let's go, oké, okay, we hebben ze, oké. Okay. Nu kunnen we naar de objective gaan. Ik ben wel benieuwd wat er al gebeurt. Oh, we zijn heel dichtbij. Oh, we zijn inderdaad. Oh, het is hier. Oké, okay, let's go. Het was nog, we hadden dat ook in de beta. Ik vond het ook wel echt nice om te doen. Maar we staan hier als een machtige Thor. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Het is zonder een mijn bunker. Oh, chill, chill, chill. Sick. Ik heb gewoon naar binnen. Dit vind ik ook wel echt sick, hoor. Want... nu hebben jullie zien, kijkers, hoe dat Thor een beetje de lift, of ja, de deur open doet met zijn donder. En like, bijvoorbeeld Iron Man, Kamala Khan en Captain America en Black Widow doen ook gewoon de lift, zijn gewoon open. Maar zij doen gewoon een beetje knopjes in drukken, like Hulk en Thor. De Hulk smasht daar gewoon op en Thor doet zeg maar met zijn donder. Dus ik vind het wel echt ziek dat iedereen zijn verschillende dingen heeft, zeg maar. Like. Push back. We're gonna need backup. On our way to you. Had a run-in with some drones, but we're still in one piece for now. Keep us posted. Entering the vault now. Oké, okay, we moeten dus naar de checkpoint. En we zijn eigenlijk in een soort van een bunker of zo, lijkt het wel. Ja, we zijn eigenlijk gewoon in een fucking bunker. En ik weet niet, we moeten de locatie vault, dus we moeten naar de kluis toe. En, ja, dat is wel echt sick. Ik moet denken, het is gewoon een fucking huis, man. We moeten echt een dikke huis doen. Oké, okay, maar dit is dus de bedoeling, denk ik. We zijn nu bij de kluis. Oké, okay, nice. Wat is het? Of wat moet ik op druis hier? Ja, Hulk had hier aan de weg, de God of Thunder komt hier langs, let's go, even zo wat donder erbij. Of ja, oké, okay, nice. Oké, okay, en dit is denk ik een kleine puzzel ofzo. Oké, okay, wat we dus zien is 4 en 5, en de bedoeling is, zeg maar dus... is dus zeg maar dat we naar 4 gaan en naar 5. Zeg maar, want het is, ik vind het wel nice, want het is een beetje een kleine puzzel, zeg maar. Dus we moeten denk ik 3 keer slotjes open doen en dan is de kluis open. Dus dat is sick. Dus we moeten naar 4 gaan. Ik denk dat 4 hier zit, want ik heb deze missie al denk ik hier eerder gedaan. Nee, dat is 1. Dat is 2, oké. Okay. Hier zit er ook normaal 1. Dat is 3. Oké, okay, en 4 en 5 moeten normaal de andere kant op zijn.
Dat is oké, vier. En hier moet je even normaal zien, dus dat is net bij elkaar. Dat is wel sick, want zit er gewoon een kleine puzzel. Zonder een beetje een puzzel achter, dat is wel sick. Oh fuck, dat is 3. Of nee, is dat 5? Dat is 5, zie je? Ja, dat is toch 5. Oké, okay, nice. Oké, en nu is het eigenlijk de bedoeling dat we bij de kluis blijven en dat we de kluis beschermen. Want nu komt er normaal gezien enemies. Oké, let's go. Boom. Let's go, en even mijn mamers mee. Let's go. Oké, okay, moet hier dus gewoon bijblijven, want jullie zien namelijk dat het balkje ook omhoog gaat. Dat is nice. Oh my god, what the fuck. Woei. Oké, weet je wat we doen? Oh my god, kom maar, luister. Wat zouden we doen? 3, 2, 1, let's go! Oké, wacht, we moeten er even bij blijven. Oké, nice. Let's go! Boom! Oké, sick. Oké, ja, Hulk en Kamala kan en Captain America, denk ik. We zijn nu even. We zijn even door de bescherm. Dus dat is nice. Oké, nice. We hebben de eerste slot gehaald. Oké, nice. Oké, nu moeten we er denk ik nog maar 2 doen. Oké, wat moeten we nu doen? 2, 5, 1. 2 is er denk ik hier. Weet je wat? Opron, minder. Hup, opron. Oké, nee, dat is één. 2 zijn normaal hier. Ja, oké, 2 zit hier. Oké, nice. Oké, we hebben 2. Nou, we hebben ze wel aan. Hup, opron met jullie. Let's go. We hebben nu 5 nodig. Normaal zit 5 hier, hè. Ja, 5 zit hier. Oké, let's go. Wil je mijn hamer aan? Oké, alsjeblieft. Oké, wow, opron. Hopla. Oh, sorry. Dankjewel voor mijn hamer. Net zo, man. Dat is dit. Yeet. Oké, nice. Nu 1. 1 zat hier, zie je. Normaal, denk dat 1 hier zat. Nee, dat is 3. 3 zit ergens anders. Bedoel, 1 zat hier, zie je. Nee, dat is 2. 1 moet dan hier zijn. 1 moet dan hier zijn. Ja, nice. Let's go. Nice, we zijn level 20. Let's go, man. Let's fucking go, level 20. Sick. Oké, nice. Nu moeten ze daar naartoe natuurlijk voor je te beschermen. En ondertussen zijn we teammates met te beschermen. Yeet. Let's go. Yeet. Oké, 3, 2, 1. Let's go. Oké, nice. Oké, we even afmaken. Nice. Oké, ik kom wel natuurlijk steeds een sterkere vijand aan. Maar dat is geen probleem voor Thor. We maken iedereen af. Oh. Let's go. What the fuck, ik kreeg dit AP af. Oh, moet even opletten, Weet je wat we doen? We doen even. Daar. Let's go. Oprollen met jullie even. Let's go, oh my god, moet even wel. Oh, verder aan. Oké, nice. Nog een klein stukje dat we hebben voltooid. Oké, let's go. Het zit er echt veel van. Oké, maar we hebben de tweede. We hebben de tweede slot van de kluis. Oké, nice. Nice.
Oh, we hebben het al compleet, Tony. Dat de app is dat compleet. Oké, de laatste. Oké. Wat is de volgende combinatie? Eén, waar zat één? Waar zat één? Met even kwijt. Zat één niet daar? Want even kijken. Team is beschermd ondertussen. Nee, dit was 3. En dat we niet nodig. Eén zit denk ik hier. Nee, dat is 2. Eén zit dan hier zeker? I don't know. Ja, dat is 1. Oké, let's go. Ja, fuck you. Hopla, je zit vast. Let's go. Oké, nu hebben we 3 nodig. 3 zit... dat is 2. Was dit niet 3? Ja, dit is 3. Oké, let's go. Oké, nou is nu 2. Oké, nou is nice. Zo wat lekker. Oké, en dan 5. En nu 5. Oké, let's go. Oké, dat is 4 en 5 zit daar. Let's go. Oké, het houdt. Oké, nice. Oké, nice. En nu moet natuurlijk weer naar de kleur gaan en beschermen. En dan hebben we het normaal gezien voltooid. Let's go. Boom. Oh, dat is echt helder, man. Oh, kut. Zijn we 3. Natuurlijk kunnen ze kan natuurlijk ook nog steeds saboteren, zeg maar. Oké, nice. Captain America zit er ook al bij. Oké, nu gewoon even afhalen. Oké, nice. We hebben iedereen denk ik zeer. Oké, nice. Nu gewoon even rust afhalen. Even emo doen. Oké, what the fuck. Oké, rust afhalen. Nee, het komt toch nog mensen aan. Dat oké, we hebben iedereen. Oh my god. Oh my god, oh, dat is echt ambetant. Oh my god. Weet je wat we doen? 3, 2, 1, let's go! Boom! Sick hoor. Oké, weet je wat? Let's go! Boom! Sick. Oh, we hebben bijna. Kom maar. Let's go, we hebben het. Nice. Nice, we hebben de kleuze om. Oké, nice. Oké, we hebben hier echt 5 of shit. We hebben hier 3 kleuzen, allemaal resources en nice. Dit was wel nice, Michel. Een beetje lekker op de bank, bro. Oké, dit is wel nice. Oké, wat zijn dit allemaal? Ook allemaal resources. Oké, nice. Even eens de kist hier rond doen. Let's go. We hebben betere gear gekregen normaal gezien. Of wat, hier zit er nog een kist. Let's go. Weer allemaal gear. Oké, nice. En natuurlijk gaan we dit even doen, want dit is natuurlijk dat we nu de access de terminal. Let's go. En dan hebben we normaal gezien de missie gehaald. Oh, hier zit er nog een kist. Nee. Oh, kut. We hebben mijn kist in mezelf, boeien. Boeien. Taskmaster got here first. What? No. Transfer completely. This isn't over. Oké, nice. We hebben de missie complete. Fucking nice. En ik vond het wel echt een nice missie. Oh, jammer dat we de laatste kist over hebben beslaan, maar ja, boeien nu niet. Het was een nice missie. Het was echt nice. Ik vond het echt een chille missie. Dus ja, dit is sowieso een nieuwe serie worden, kijkers, op Dutch Games. Nee, het misschien, ik dacht eerst dat ik een let's play op ging doen. Maar, met 5 is het weer bij gekregen. Hij was hier level 20, dat is nice. Oké, nice. Dus ja, want dit is een nieuwe serie van maken, kijkers. Misschien dat kunnen we dan ook een keer meedoen. Maar ja, zoals ik zei, ik vind dit nu wel echt een chillste spel tot nu toe. Dus ja, we gaan er sowieso een serie dus van maken. Dit was dus de eerste soort van aflevering. En bij de volgende aflevering, kijkers, gaan we dus met Captain America spelen, denk ik. Bij een nieuwe multiplayer missie. Dus ik vind het fucking nice. Nieuwe serie, let's go. En ja, sorry ervoor dat ik hem al een week niet heb opgenomen. Maar zoals ik al heb kunnen uitleggen, het is dus gewoon al die shit. Gewoon omdat het een beetje nog moeilijk is wanneer dat ik al
opnemen en al die shit. Maar het komt wel meer video's aan. Dus blijf zeker op dit kanaal. Dankjewel natuurlijk allemaal voor de support en voor de likes en al die shit. En voor de weeravond. Echt super sick. Dus kijkers, ik zie jullie dan bij de volgende video. Like, abonneer en tot de volgende keer. Later.